Dag allemaal, wij zijn Paulien en Laurana en wij zijn communicatiewetenschappers aan de Universiteit Antwerpen. Vandaag nemen we jullie mee in de wereld van food influencers. Of, beter gezegd, TikTokers, YouTubers of Instagrammers die met voeding en eten bezig zijn. Jullie denken nu misschien, waarom onderzoeken wetenschappers food influencers? Maar food influencers zijn erg belangrijk om te bestuderen en dat laten we jullie vandaag zien. We gaan jullie namelijk leren waarom food influencers zo populair zijn, hoe je een origineel gevulde brooddoos kan maken en tenslotte hoe je deze brooddoos kan laten zien op sociale media, zoals echte food influencers dat doen. Paulien, zou je ons meer kunnen vertellen over wat food influencers zijn? We volgen allemaal wel bepaalde personen op Instagram, YouTube, TikTok of op andere sociale media. We kunnen niet van hun filmpjes of foto's wegblijven en ze zijn voor ons een grote bron van plezier. En soms leren we er zelfs iets mee bij. Dit noemen we ook influencers. Er zijn heel veel verschillende soorten influencers. En één daarvan zijn de food influencers. Dit zijn influencers die bezig zijn met eten en koken. Soms draait heel hun profiel rond eten. En soms is het maar een klein onderdeel van wat ze ons laten zien. Tegenwoordig zijn filmpjes, foto's en informatie voor voeding overal te vinden. Denk maar aan televisie, kookboeken, maar ook TikTok. Uit ons onderzoek weten we dat we dagelijks foto's en filmpjes over eten en koken tegenkomen. Zelfs als we er eigenlijk niet naar op zoek zijn. Denk maar aan wanneer je aan TikTok aan het scrollen bent en toevallig een filmpje voorbij ziet komen waarin iemand aan het koken is. Als we dit dan zien, dan stoppen we soms en blijven naar kijken. Maar de vraag is dan, waarom doen we dit? Uit ons onderzoek blijkt dat we hier naar kijken omdat we deze foto's en filmpjes als erg leuk en ontspannend ervaren. We beleven er echt plezier aan. Daarnaast geeft het ons ook inspiratie om iets na te maken of om aan onze ouders en vrienden te laten zien. Soms willen we ook gewoon zien wat populair is, of bekijken we het omdat anderen er ook naar kijken. Influencers kunnen een invloed hebben op wat we doen, en dat geldt ook op vlak van ons eetgedrag. Ze kunnen meesturen wat we kopen in de supermarkt, welke gerechten we klaarmaken, en tenslotte ook wat we eten. Ze leggen in foto's en filmpjes over eten vaak de nadruk op hoe lekker het smaakt, hoe leuk het is om te maken. Kortom, alles wordt in een heel positief daglicht gezet. Eten en gerechtjes klaarmaken is goed, leuk, lekker en je leert er nieuwe dingen uit. Influencers gebruiken ook vaak concrete doelboodschappen. Of ze koppelen het eten aan een leuke uitkomst. Zo zeggen ze, dit is het perfecte recept om nu te maken. Of, dit zal bij al je vrienden in de smaak vallen. Zo geven ze ons een extra duwtje in de rug om hun advies te volgen en hetzelfde als hen te eten of klaar te maken. Dit zijn mogelijke verklaringen waarom influencers ons kunnen aanzetten om te eten en te koken zoals zij dat doen. En zo dus ons gedrag beïnvloeden. Door hun eten aan ons te tonen op sociale media en dit op een bepaalde manier voor te stellen, kunnen influencers ons dus beïnvloeden. We willen misschien ook eten wat zij eten, of proberen klaar te maken wat zij klaarmaken. Vandaag gaan we zelf iets klaarmaken en dit als influencers presenteren, zodat jullie zelf food influencers worden met jullie eten. Maar wat gaan we dan klaarmaken? Wel, op TikTok zijn speciale brooddozen heel populair momenteel. Daarom gaan we lekkere en speciaal gevulde brooddozen maken samen met jullie. En dan is het nu tijd om onze brooddozen te gaan vullen. En dit doe ik niet alleen, maar vandaag zijn met mij Laurens, Juliette en Flippa. Voordat we beginnen, een heel belangrijke vraag. Hebben jullie allemaal jullie handjes gewassen? Ja! Ja. Wat hebben we allemaal nodig om onze brood op een stokje te gaan maken? Boterhammen, iets voor op je brood te doen, kaas, confituur, choco, wat je maar in huis hebt kun je gebruiken. Daarnaast hebben we ook wat groentjes nodig. Je kunt gewoon groentjes gebruiken dat je in huis hebt. Vandaag hebben wij hier een stukje komkommer bij, paprika, kersttomaatjes en ook een paar blaadjes sla. En het allerbelangrijkste natuurlijk, heb je ook satéstokjes nodig om je broodcreatie erop te prikken. Eerst en vooral pakken jullie allemaal twee sneetjes boterhammen en deze gaan we beleggen. Kies maar wat je wilt. Als je dan één helft van je boterham hebt gesmeerd, dan duw je de andere boterham erop, zo. En dan duw je hem een klein beetje plat, zodat we hem makkelijk kunnen gaan snijden. Want we willen natuurlijk dat het brood op het stokje past. En nu kun je twee dingen doen. Oftewel pak je een mes en als je je daar niet comfortabel bij voelt, dan kun je een van je ouders of iemand die in huis is, die volwassener is, je helpen daarmee. En dan kunnen we kleine vierkantjes snijden. Maar wat je ook kunt doen, is vormpjes gebruiken om koekjes mee uit te steken. Die kun je op je boterham zetten, duwen en dan krijg je ook een vormpje. Dus wat je maar wilt.
En dan hebben we nu allemaal zo van die kleine vierkantjes of wat voor vormpjes dat je ook hebt gesneden uit je brood. En dan is de tweede stap onze groentjes klaarmaken, zodat die ook op het stokje passen. We hebben hier bijvoorbeeld tomaatjes, daar moeten we niks meer aan doen. Deze kunnen we straks zo dadelijk direct op het stokje prikken. Maar we kunnen bijvoorbeeld moeilijk een hele stuk paprika erop prikken. Dus deze moeten we nog in kleine vormpjes snijden. Nu kan je ook kiezen om met je mes een klein rondje te snijden of een klein vierkantje te snijden. Maar je kunt ook weer terug datzelfde uitsteekvormpje gebruiken om dat te doen. Als je de groentjes hebt gesneden met een uitsteekvormpje en je hebt bijvoorbeeld komkommer gebruikt, dan heb je ook een heel stuk over. Gooi dit zeker niet weg. Dit kun je in een doosje apart meenemen naar school om samen te delen met je vriendjes bijvoorbeeld. Nu is de allerlaatste stap alles op een stokje prikken. Dus we pakken het stokje en we wisselen iedere keer af. Een stukje boterham en een stukje groente. Dus we prikken het door het midden, helemaal naar beneden, een stukje groente. Zo. En dan hebben we nu onze brood op een stokje. Zijn jullie allemaal tevreden nu? Ja. En wat moeten we er nu mee doen? In de brooddoos steken. Dus pak maar je brooddoos. En stop maar in je brooddoos. Als laatste gaan we nog een kleine snack maken. En we gaan namelijk een appelhamburger maken. En hiervoor hebben we dus een appel nodig. Iets wat je op de appel kunt smeren, zoals pindakaas, confituur of choco. En we hebben iets nodig om de appel te versieren, namelijk een beetje muesli of muizenschoentjes, panootjes, hagelslag. Wat je maar in huis hebt, kun je gebruiken. We beginnen met de appel. Deze moet natuurlijk gewassen zijn voordat je eraan begint. En dan kun je de appel op twee manieren snijden. Oftewel snij je de appel zo, langs, niet door het klokhuis, langs het klokhuis. Oftewel leg je de appel op zijn zij en snij je door het klokhuis. Als het niet lukt, vraag dan zeker hulp aan je ouders of aan eender wie in de buurt is. De schijfjes moeten ongeveer 1-2 centimeter groot zijn. Als je door het klokhuis hebt gesneden, heb je zo'n schijfjes. Maar het klokhuis zit natuurlijk nog in het midden en daar kunnen wat pitjes in zitten. Deze moet je er dus rustig met je vinger eruit halen. Duw niet te hard, want anders breekt de appel. Als dan de pitjes eruit zijn, dan kun je de appel besmeren met eender wat. Dus pak maar choco, confituur of pindakaas en smeer je appel er maar goed mee in. Als je dan wat smeersel op je appel hebt gedaan, dan gaan we er wat lekkers op strooien. En hier hebben wij dus muesli of muizenstrontjes. En dus je pakt een lepeltje en je strooit het er zo wat op. En dan is de laatste stap de twee appelschijfjes op elkaar plakken en dichtduwen. En dan heb je zo een appelhamburger. Deze appelhamburger kun je mee in je broodbol steken of in een apart koekendoosje. En kun je eten bij je middagmaal of als figuurtje. De rest van de appel gooi deze zeker niet weg. Deze kun je ook meenemen in je koekentrommel en achteraf eten of als figuurtje mee op de speelplaats. Zo, nu hebben we onze gevulde brooddoos met het brood op het stokje en de appelhamburger. En het enige wat we nu nog moeten doen is kijken hoe dat we deze kunnen promoten op sociale media. Op TikTok of op YouTube bijvoorbeeld. En daar gaat wetenschapper Paulien ons meer over vertellen. Jullie weten nu wat een food influencer precies is en hoe zij een invloed hebben op wat wij koken en opeten. Het eten dat we tegenkomen op sociale media is niet alleen vergezeld van leuke tekstjes die ons overtuigen om hetzelfde te maken of te eten. Het ziet er ook gewoon super goed uit. Foto's of filmpjes van eten op sociale media zijn vaak heel smakelijk, kleurrijk en in een leuke setting gemaakt, zodat het er extra aanlokkelijk uitziet. Vanuit de wetenschap weten we dat dit echt zorgt voor een wow-factor en dat we hierdoor vaak betoverd blijven kijken naar foto's en filmpjes van eten. Dus, om zelf een influencer te worden met jullie brooddozen, moeten jullie jullie vrienden en volgers met woorden overtuigen om dit na te maken, maar ook met mooie beelden. We geven jullie daarom 3 tips om jullie brooddozen zo aantrekkelijk mogelijk te maken op sociale media, als een echte food-influencer. 1. Maak mooie, kleurrijke foto's en filmpjes van jullie eten. 2. Beschrijf het eten op een aantrekkelijke en positieve manier. Dat het lekker smaakt bijvoorbeeld. 3. Zorg voor een overtuigende doelboodschap. Zoals wauw, dit moeten jullie ook echt eens proberen. Hopelijk vonden jullie het een fijne workshop en hebben jullie nu meer bijgeleerd over food influencers. En alle trucjes geleerd over hoe je een echte food influencer kan worden. We zijn benieuwd naar jullie creaties. Eet smakelijk!